hebben u nodig om de arm der wet te versterken. Daar wij echter het toelaten van het talrijk aanwezige krapiet mensen te verhinderen, verbieden wij de volgende bevolkingsgroepen vrouwmensen, andersrassigen en buitenlands gespuis, circusvolk, ongelovige honden zoals de moslimman en de jood, manlievende mannen en deze andere 300 zondige subgroepen. Indien uw application wordt geaccepteerd, zullen wij onderwerpen aan een zware beproeving, zowel lichamelijk... 100 menen. Zwakkeling als geestelijk. Wat ziet u? Een tent. Circusgespuis! Indien u interesse heeft, meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij uw lokale pastoor. Wij zoeken nog steeds dringend sterke mannen om ons te vervoegen bij de arm der wet. Enkel de volgende groepen zijn uitgesloten: vrouwen en vuile communistenhonden. Na uw inschrijving zal er een lichte test plaatsvinden. En dit zowel fysiek. Ja, negen en tien. Palleman, je zit erdoor, proficiat. Als ook mentaal. Kandidaat recruit, vertel ik hier. Wat zie je? Een hamer en een sikkel. Verdomse vuile communist! Oh god, ja, ja. Indien u interesse toont, meld u dan zo spoedig mogelijk aan bij uw lokale politiekantoor. Alsjeblieft, kom bij de politie. We hebben u echt nodig. En werkelijk iedereen mag zich inschrijven. Nu buiten misschien dieren en mensen die al 3 jaar in de coma liggen. Is dat nu 4 of 5 jaar? Komt gewoon langs en we babbelen erover. Er is een klein testje nog, dat is zowel fysiek... 2, 3... Oh, het ging even niet meer, sorry. Ça va, je kunt tot 3 tellen, jong. Dat is het belangrijkste. Als mentaal. Zeg ik hier, wat zie jij hierin? Ik zie de Belgische staat en zijn inwoners die moeten boeten voor de westerse en goddeloze levensstijl. Welkom bij de politie. Amai. Dus indien u interesse heeft, laat iets weten en wij komen wel naar u, want we hebben elke man nodig. Sorry,